Op 1 augustus start de Radio 2 Zomertour, een thuis voor een beeld in ons eigenste Sint-Lorijns. Er worden tal van activiteiten georganiseerd in de buurt van de Rostemuis en het beeld in de Oude Manskreek. Iedereen die hier ooit gepasseerd is, zal wellicht het beeld gezien hebben dat hier in die prachtige kreek staat. Als de vos de passie preekt, boer, let op je ganzen. Dat komt uit het epos Reinhard de Vos. Wel nu, rond dat beeld zijn hier allerlei activiteiten te doen. Hier aan de Rostemuis dus de ganse dag van 9 uur 's morgens tot 17 uur in de vroege avond. Zullen we kunnen genieten van een jazzensemble, de fanfare die speelt. Er zijn toneelvoorstellingen van het zat van de stresskonijnen. Er zijn springkastelen. U kunt er initiatie volgen in sportvissen. Er is een survivalparcours, een boerenmarkt, reuzen. Kortom, voor jong en oud zijn er activiteiten die je gratis kunt meemaken. Dus ik zou zeggen, iedereen welkom aan de Rostemuis en aan de Oude Manse Kreek op 1 augustus. Doe mee, maak een selfie en maak kans een helikoptervlucht te winnen. Je krijgt alleszins een attentie als je deelneemt. Beste mensen, 's middags worden aan de oever van deze prachtige kreek de tafels gedekt. En u kunt genieten van paling op Sentse wijze. Onze chefs hier uit het lokale, die zullen paling bereiden op Sentse wijze. Natuurlijk, mensen die geen paling lusten of die benauwd zijn van een graatje in de keel te krijgen, die kunnen ook genieten van zeer lekkere gerieerde ribbetjes. Ja, dan heb je wel kans dat je een beetje in je keel blijft steken. Dus je kunt genieten, 's middags inschrijven bij de gemeentelijke dienst Vrije Tijd. En dan kan u genieten van lekker eten en de bijhorende drank. Sint-Lorijns is trots op zijn lokale gastronomie. Je kan daar op 1 augustus ook van meegenieten.